troubadours van Nederlandstalige kleinkunstliedjes. En nu staan ze samen in het theater met de voorstelling Maar Liefje, nu heb je geen voetjes. Gerard van Maasakkers en Frank Kools die zijn bij ons te gast. Fijn dat jullie er zijn, mannen. En Peter Reumer zit ook nog steeds aan tafel gezellig erbij, want die weten alles van op het toneel staan, toch? Ja, jullie zijn heel open en eerlijk erover. Jullie spelen allemaal muziek in de voorstelling die jullie het liefst zelf hadden gemaakt, maar van anderen, toch? Ja, niet allemaal van anderen, maar... Maar wel liedjes die we graag zingen. Okay. Van anderen en van mij. En niet van Frank in deze voorstelling. Maar... Okay, dus jullie hebben stiekem toch wel een klein beetje eigen materiaal? Ik wel, ja. Oké. Okay. Ja. Maar hoe kom je dan op het idee om zo'n voorstelling te maken met voornamelijk muziek van andere mensen? Vertel jij het? Ik wil, ja. Oké, okay, ja, nou ben ik heel nieuwsgierig. Ja, nee, we waren veel bij elkaar en we zongen veel samen. En we vonden dat dat zo fijn klonk. En we vonden het zonde om dat binnenskamers te houden. Mm-hmm. En dan zijn we op zoek gegaan, want ja, we hebben elk onze eigen dingen. Gerard heeft zijn eigen liedjes en ik ben in Vlaanderen op een andere manier bezig. En dan zoek je plekken waar je elkaar in kan vinden. Ja. En dan kom je bij datgene uit wat we nu hebben gemaakt, denk ik. En wat we ook heel belangrijk vonden, toen we dus samen zongen, dat zo heerlijk bij elkaar paste. Ja. Dat we elkaar eigenlijk niet aan hoeven te kijken om het gewoon in één keer goed te hebben. Gaat goede vanzelf. Timing. En het ging vanzelf. Mm-hmm. En ik denk dat hem. Sommige stemmen hebben dat, hè? Dat ze mooi bij elkaar passen. Ja, ik heb al lang dan moeten zoeken. Jullie vertellen het ook niet aan iedereen, hè? Maar jullie zijn partners van elkaar. Ja, ja, we vertellen het niet aan iedereen. Niet aan iedereen, deze. Je moet het niet vertellen. Nee, dat zou tegen niemand zeggen. Maar ja, het is toch wel bijzonder dat je dan samen op een podium staat. Dus ja, samen risico, naar huis rijdt ook. Een risico is dat. Ja, ook een risico. Dit is heel fijn, tot nu toe. Oké, okay, gelukkig. Ja. Waar het ons nog eens over een half jaar. Ja, want er is nog geen ruzie geweest in de kleedkamer. Nee. Ik ben een heel soepel mens. Dus en ik ben makkelijk. Oké, okay, beide makkelijk dus. Maar je rijdt dus samen lekker heen en weer. En komt dan thuis. Ja. En je hoeft niet op je partner te wachten tot de voorstelling afgelopen. Nee, maar je kan ook niet eens vertellen hoe was het. Dat is ook wel zo. Ja. Ja, hoewel we het er toch nog veel over hebben telkens na afloop. Ja, waar heb je het dan over hoe het publiek was? Of... Ja, en hoe we zelf waren, wat beter kan een andere keer of waar we andere dingen moeten uitproberen. Want je moet de hele tijd, als je op tournee bent, moet je alert blijven en elkaar ook je moet elkaar commentaar blijven geven. En ook jezelf. Je wilt het overigens van af. Ja. Je wilt ook dat je denkt, heel even niet over de voorstelling. Maar dat gebeurt, maar je geen zorgen. Oh, ja, natuurlijk wel. Gelukkig. Jullie hebben ook andere hobby's dan alleen maar zingen. We zijn een huis aan het verbouwen. Dus. Oh. Okay. Dus jullie zijn blij dat jullie even kunnen vluchten. Keuzes maken en zo. Ja. Ja. Maar Gerard, jij hebt natuurlijk vroeger zelf veel opgetreden met de vaste mannen. Zo heette dat toch? Zo heeft het een tijd lang geheten, ja. Mijn eerste vaste band. Ja, daar hebben we beelden van. Gewoon om even een idee te krijgen hoe dat klonk. Want het is altijd, altijd nou. Of het nou Pinksteren of Pasen is, ik wacht niet op Sint-Jutten, maar is altijd nou. Wie heeft er iets aan mijn twijfels? Een kwartje per stuk. Ik koop mijn eigen, nog eens een ongeluk. Een zak het doen of zak het later? En ga ik deur of sta ik stil? En neem dat toch eens een beslissing. Maak dat nooit eens een vergissing, man. Je weet niet wat je wil. Wat voel je nou als je dit terugziet? Ja, leuk. Het was zo leuk om die clip te maken. Waarom? Ja, we hebben het in een winkelcentrum gedaan. En in de toneelscholen, op de toneelschool in Eindhoven. Dus allerlei mensen van die toneelschool bij elkaar geraapt. En die zijn toen een dansje gaan instuderen. En... Onze regisseur van die voorstelling toen, die gaf daar les. Dus het was allemaal... Het was heel erg leuk om te doen. En zag je nou goed dat die vrouw een sigaret in de handen had? Terwijl ze aan het dansen? Dat was de vrouw van de bassist, ja. Oh, echt? Dat kon ook gewoon, hè? Met een sigaret op te velen. Maakt allemaal niks uit. Nee, zou het zijn als ik dat nu zou doen? Toen, dit is, denk ik, 8, 9 jaar geleden. Toen was dat nog anders, ja. Ja. En jullie zijn dus op pad met z'n tweeën. Maar liefje, nu heb je geen voetjes. Ja. Hoe vaak per week kunnen mensen jullie bekijken? Gemiddeld een drietal keer. We spelen meestal donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. 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 Jij staat 7 keer per week op podium. Ja. Maar 3 keer, en dat is ook omdat jullie denken de rest van de tijd even stemmen sparen, rustig aan? Of... Ja, maar we doen ook elk nog andere dingen los van elkaar. Okay. Ik ben in Vlaanderen nog bezig.
jij soms nog andere dingen hier ook. Ik geef nog lessen ook één dag in de week. Dus dat, ja, het moet er allemaal inpassen in de week. Ja. En hoe zijn de reacties na de voorstelling? Ja, oh, het is heerlijk. Het is, ja? En mensen kunnen heel veel meezingen. Er zit heel veel ontroering in, maar mensen kunnen ook vaak lachen. En waar komt de titel vandaan? Oh, dat is een heel lange verhaal. Ja. Vind je het, maakt hij jou benieuwd? Ja, die zeker. Titel? Ja, ik denk dat iedereen dat juist inderdaad. Dat is een hele goede titel. Ja, ja. Vertel. Oh, moeten we dat vertellen eigenlijk? Nou, ergens in de eerste set komt die regel in een liedje voor. Laten we het dan maar zo zeggen. Dat is vertellen en eigenlijk niet vertellen. In een liedje voor. De voorstelling die zien. Maar moeten we nu gaan googlen of wil je nog vertellen welk liedje? Ik vind dat grappig. Het is een liedje van de zangeres zonder naam. Want wat ook wel fijn is om te zeggen, is dat we echt van... Ik vertel dat ook in de voorstelling. Van de pareltjes van de kleinkunst tot en met liedjes van de zangeres zonder naam zingen. Oh, alles wat daartussen zit in het Nederlandse taalgebied. En dat is veel. Ik kan me voorstellen dat dat een hele feestelijke avond is, inderdaad. Het is feestelijk, maar ook zeer intiem soms. Maar het is fijn om te doen. We kleden ook echt wel alle liedjes uit. Of het nu om liedjes van Gerard heel gaat. Klein, of de zangeres zonder naam wordt ontdaan van alle... alle jurken. Alle jurken sowieso. Ja. Maar bedoel, ze worden uitgekleed en ze worden begeleid door een ukulele bijvoorbeeld met vier snaren. En daar die heb je nu ook mee. Bij je, hè? Die hebben strakjes. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Eén van de. Oké. Ja. Maar jullie hebben dus voor die zin gekozen. Gewoon dus van lukraak een zin uit een liedje. Nou, we wilden wel een soort... dat mensen benieuwd werden. Dat is gelukt. Ja, zeker. En het was ook... Je kan anders ga je een titel verzinnen die een beetje een soort vlag die je lading dekt. Dat het, maar dan krijg je Neder-Belgen of weet ik wat, of grensgeval. Ja. En dat wilden we eigenlijk allemaal niet. Ja. We wilden iets... Ja, dat is ook goed. Ja, dus iets wat nieuwsgierig maakt en blijft hangen. Ja, en dat is gelukt. Het is een mond vol, maar liefje, nu heb je geen voetjes. Gerard van Maasakkers en Frank Kools. Maar ja. Het komt allemaal op de poster. Ja, ja. Oh, precies. En wij ook nog. Gelukkig, ja. Louter positieve reacties, dus dat is heel mooi. Ik denk dat de mensen nu wel benieuwd zijn hoe dat er dan uitziet, jullie met z'n tweeën op het podium. We hebben een fragment van de voorstelling. En een van de liedjes die ons moeder dan het mooiste vond en die ze ook altijd meezong, dat was een liedje van Freddie Quinn. Jongen, ieder bad weer naar huis. Jongen, vaar niet weer in huis. Ik mag meer zorgen voor mij. Denk al aan morgen. Ja, arbeidsvitaal. Dat dus, hè? Ja. Jullie gaan dus straks optreden. Ik ben heel benieuwd. Ik verheug me erop. Nu zitten jullie keurig met z'n allen aan het water. Ik trouwens ook. Straks krijgen we lekker een wijntje. Ah. Wordt er whisky gedronken? Door iemand van jullie? Nou ja, met mate. Af en toe? Af en toe, ja. Okay. Wij zijn overgestapt op de vodka. Op vodka? Ja. Maar er ging wel whisky in dus. En niet met mate. En niet met mate, oké. Okay. Zoals elke week muziek hier bij ons aan tafel. En deze week zijn de gasten troubadours Gerard van Maasakkers en Frank Kools. En zij zingen Kan de deur niet dicht. Kan de deur niet dicht. En wat minder licht. Kan de radio af. Kan de hond vergeten te blaffen. Zou dat niet gaan? Kan de klok vooruit of terug? Het maakt niet uit. Kan ik hier niet vandaan? Kan ik deze dag overslaan? Zou dat niet gaan? En de mensen zeggen allicht, je komt hier om een dag. Maar ik
Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan. Van ons? Klik dan op abonneer hier.